De politie deelt beelden van een snelkraak van een juwelier in Winschoten. In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 juni van dit jaar vond er een snelkraak plaats van een juwelier. Hierbij zijn veel sieraden buitgemaakt. De politie deelt de beelden. Bekijk deze beelden en deel je informatie met de politie. Op de beelden is te zien hoe twee verdachten zich toegang verschaffen tot de juwelier en dat zij ook in de juwelier zijn. Ze nemen hier diverse sieraden mee. Ze forceren het beveiligingshek en komen op die manier naar binnen. Na de snelkraak zijn de verdachten gevlucht op een donkere scooter, zoals ook hier op de beelden is te zien. De scooter was niet verlicht. De bijrijder had een grote witte tas in zijn handen. Opvallend was dat de buddy seat van de scooter los op de scooter zat. Deze viel er ook meteen af toen ze wegreden. Dat ziet u hier op de beelden. Via de Zeeheldenstraat zijn de verdachten vermoedelijk gevlucht naar de Witte de Witstraat, in de richting van het kruispunt met de bovenburen. Daar zijn ze vermoedelijk overgestoken en zijn ze het fietspad in de richting van de Wezenlaan opgegaan. Hebt u informatie over deze snelkraak? Herkent u anderen op de beelden of herkent u zichzelf op de beelden? Deel dit dan met de politie. U kunt dat doen via het algemene politienummer 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. U kunt ook altijd het tipformulier gebruiken op deze pagina.